13,8 miljard jaar geleden ontstond het heelal uit een singulariteit. Singulariteit wordt in de kosmologie gezien als een punt waar ons begrip van ruimte en tijd ophoudt. Hieruit volgde een oerknal. Na de oerknal begon het universum uit te dijen. Vergelijk het met een ballon die je opblaast. Singulariteit verdween en hierdoor kon er tijd en ruimte ontstaan. Bewijs voor de uitdijing van het heelal wordt gegeven door het Doppler-effect. Het zorgt ervoor dat sterrenstelsels met een langere golflengte een roodverschuiving hebben, deze bewegen van ons af. Sterrenstelsels met een blauwverschuiving hebben een kortere golflengte en bewegen naar ons toe. Dit bewijst ook dat sterrenstelsels verder van ons vandaan sneller van ons af bewegen. Uit deze bevindingen kunnen we afleiden dat alle materie in het heelal op een bepaald moment op dezelfde plek was. Na deze immense oerknal bevinden we ons in het vroege heelal, waar veel energie was en een hoge temperatuur. De vier fundamentele krachten ontstonden en ontstaande quarks en gluonen vormen zich tot protonen en neutronen. Protonen en neutronen willen graag samen nieuwe kernen vormen. Dit kon echter niet door de aanwezige fotonen, die op dat moment de energie in het universum domineerden. Door de uitdijing van het heelal daalde de temperatuur, waardoor de nucleosynthese plaats kon vinden. Dit zorgde ervoor dat nieuwe planeten en sterrenstelsels ontstonden, waaronder onze aarde. Na verloop van tijd ontstond er leven op aarde. Dit werd onder andere mogelijk gemaakt door eiwitten. Eiwitten zijn ketens van aminozuren en de bouwstenen van het leven. Hoe deze aminozuurketens ontstonden is nog niet bekend. Er is een theorie die zegt dat aminozuren afkomstig zijn uit meteorietinslagen op aarde. Een andere theorie, abiogenese, zegt dat aminozuren bij hoge temperaturen in de oerstroep zijn ontstaan. Hierbij kwam er koolstof, waterstof, stikstof en zuurstof vrij en deze reageerden tot koolhydraten, vetzuren, aminozuren en nucleotiden. Een van de stadia van abiogenese was het ontstaan van een RNA-wereld. Waarschijnlijk zijn de aminozuren in dit stadion aan elkaar gekoppeld door middel van mutaties van korte ketens van RNA. Het samenlijk koppelen van aminozuren zorgt voor het ontstaan van eiwitten. Verdere evolutie zorgde ervoor dat de losse nucleotiden codons vormden met bijpassende anticodons. Bij elk codon hoorde steeds een bepaald aminozuur en doordat codons samen ketens vormden, werden er specifieke volgorde van aminozuren gevormd. Er zijn hypothesen dat het eerste primitieve leven is gevormd in black smokers. Deze bevinden zich nog steeds diep in de oceaan en hebben een temperatuur van wel 400 graden Celsius. Deze temperatuur zorgt voor de nodige energie voor het vormen van langere eiwitketens die spontaan ringen konden vormen. Deze ringen heten microsferen en kunnen functioneren als celmembraan. Mogelijk is tijdens het vormen RNA in de microsferen opgesloten geraakt. Zo zouden de eerste simpele levende cellen prokaryoten ontstaan kunnen zijn. De eerste versies van deze prokaryote cellen verkregen hun energie door organische stoffen die in water ronddreven. Dit waren anaerobe organismes, wat betekent dat ze kunnen overleven zonder zuurstof. Na een lange tijd ontstonden er cyanobacteriën. Deze prokaryoten hadden geen organische stoffen nodig. Ze leefden door fotosynthese en hierdoor produceerden ze zuurstof. Deze harde werkers zijn nog steeds in overvloed aanwezig. Voor eerdere prokaryoten was zuurstof giftig, waardoor ze uitstierven. Door mutaties en natuurlijke selectie ontstonden er echter prokaryoten die juist zuurstof nodig hadden om te overleven. Er ontstond een evenwicht tussen zuurstofproducerende en gebruikende prokaryoten. Uiteindelijk gingen er een aantal van deze prokaryoten in symbiose met elkaar leven. Een grote prokaryoot kon een andere prokaryoot in zich opnemen. Zo ontstonden er waarschijnlijk eukaryoten, meer complexere organismen. Het belangrijkste verschil tussen een prokaryote en een eukaryote cel is de aanwezigheid van een celkern. Een prokaryote cel heeft deze niet, de eukaryote wel. Na het ontstaan van de eukaryote ging de evolutie verder, waardoor er allerlei complexere organismen konden ontstaan, zoals bacteriën, schimmels, planten, dieren en uiteindelijk de mens. But this story will be continued.